Dan is heel anders. We hebben hier namelijk een doosje met daaromheen een elastiekje. Ik haal het er even af. Een zwart doosje. Nou, dat leg ik er even af. Met daarin een rood doosje. Nou, het rode doosje is overduidelijk kleiner. Anders zou het niet in het zwarte passen. Maak het even open. En in dat rode doosje zit namelijk een gele sponsbal. Nou, die sponsbal zorgt ervoor dat een doosje kleiner wordt. Dat klinkt heel vreemd, dat weet ik. Maar stel voor dat je een doosje zou pakken. Pak je even het zwarte doosje. Dan past dat plotseling ook in een rood doosje. Nou, dat komt, zei ik al, als je een sponsbal in een doosje stopt, wordt het kleiner. Maar die sponsbal ligt hier nog. Maar dat maakt niet uit, want als je het openmaakt, wat ik al zei, zie, heb je een sponsbal. En doordat er een sponsbal in zit, is het zwarte doosje kleiner geworden. We begonnen met het rode doosje binnenin. Ik zal het laten zien. We begonnen eigenlijk op deze manier. Zo, dit zat helemaal hierin. Zie. Helemaal niet logisch, want er liggen hier al twee sponsballen. Dat zou dus betekenen dat je toch nog een sponsbal in zit, zie. Nou, dit zijn de spongeboxes. Eigenlijk is dit afgeleid van Parabox van Tenjo vroeger. Het enige verschil is dat Parabox vroeger nam je de drie balletjes bij elkaar. Die stopte je in de vuist. Zo, en dan werd dat één grote rode bal. Kan dat met deze ook? Moeilijk. Want je zou een groeiende bal moeten bijkopen. En die past waarschijnlijk net niet in deze doosjes omdat die te groot is. Die van Tenjo waren vroeger net iets zachter.